Jonge boeren aan het roer spreken we met jonge agrariërs uit de gemeente Hollandskroon die in de voetsporen van hun ouders durven te stappen. Met alle moderne uitdagingen die op de loer liggen. Hier worden de kallaknollen uit de bakken gehaald. Dit is het eindproduct. Die worden hierna nog gesorteerd, geteld en gedroogd. En dan leveren we dit af bij de klanten. Freddy Prins uit Brezant is 23 jaar en daarmee de jongste ondernemer van onze reeks. Zij hoopt op den duur het bedrijf van haar vader over te nemen. We staan nu in de kas van ons bloembollenbedrijf. Op dit moment is die leeg. Zijn we aan het klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Deze kas gaan we straks helemaal ontsmetten en reinigen. Zodat we hier weer ons plantmateriaal neer kunnen zetten. En dan ziet het er over een tijdje ongeveer zo uit. Je kan wel zeggen dat het werk er nogal specialistisch is. Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in de opkweek van virusvrij uitgangsmateriaal. Dat betekent dat onze klanten kunnen starten met nieuwe virusvrije partijen bollen. Zij kunnen bij een laboratorium van één bol kunnen er 100.000 stuks gemaakt worden. En die kleine bolletjes kunnen wij hier onder beschermde condities onder het glas opkweken. Dit bedrijf bestaat 82 jaar. 82 jaar geleden is mijn vader naar Brezant gekomen. Toen had mijn opa dit bedrijf ongezien gekocht op een veiling. En die is hier gestart. Ook een uitdaging natuurlijk vlak voor de oorlog. En daarna hebben we alle facetten van de bloembollenteelt wel gehad. En uiteindelijk zijn we in de teelt van de virusvrije plantjes terechtgekomen. Jij liep hier al als klein meisje rond? Ja, ik ben alleen opgegroeid met mijn vader. Ik ben heel vaak te vinden geweest hier op het bedrijf. En nu dus nog steeds. Heb jij altijd gedacht, hier wil ik werken? Dit wil ik gaan doen? Ja, al vrij jong had ik dat idee. Maar goed, ik ben wel altijd gestimuleerd om iets anders te gaan doen, om verder te kijken. En pas tijdens mijn afstuderen had ik zoiets van, ja, ik wil eigenlijk nog steeds in dit bedrijf werken. Het laatste duwtje in de goede richting kreeg Freddy van Elske Doets, die met haar reisbureau in Heerengewaard zakenvrouw van het jaar werd. Ik heb me toen opgegeven voor de Academy van Elske Doets, zakenvrouw van het jaar. Die Academy had ik ook gewonnen. Ik mocht met haar op zakenreis naar Vancouver en vanaf dat moment is eigenlijk alles heel erg snel gegaan. Want wat heb je geleerd van haar? Nou, vooral een stukje zekerheid om het gewoon te gaan doen. En niet veel erover nadenken, maar gewoon gaan doen. Dit zijn de nieuwe weefsekweekjes voor het nieuwe seizoen. Ik vind het economische deel van het vak vind ik mooi. De sector zelf, de mensen, mannenwereld vind ik ook prettig om in te werken. Wat zou je je dochter aanraden voor de komende jaren? Wat moet ze gaan doen om nou ja, helemaal goed beslagen ten ijs aan het vak te beginnen? Nou ja, toch het vak zich goed eigen maken. Ook teeltechnisch. Niet dat ze nou altijd in de kas moet gaan wieden of moet gaan planten. Maar je moet wel weten hoe het gaat om het over te dragen aan je medewerkers en uit te leggen aan je klanten. En uiteindelijk gaat ze toch op mijn stoel zitten als manager van het bedrijf. Is dat dan ook nog een mooi gevoel dat je dochter uiteindelijk hier ook weer in staat? Als derde generatie bedoel je? Ja, natuurlijk is dat mooi. Natuurlijk is dat mooi. Het is leuk om te zien dat een bedrijf heel lang bestaat. We zijn er meerdere hier in de omgeving. En vooral ontwikkelingen doormaakt. Dit bedrijf, als je eens een beetje om je heen kijkt, waar staat dat over 20 jaar als jij volop aan de bak bent? Ik denk dat er in 20 jaar heel veel veranderd is. En ik weet niet of het dan nog hetzelfde eruit ziet zoals het nu eruit ziet. Maar ik hoop wel het bedrijf voor te kunnen zetten. Met een positieve bijdrage voor de bloembollensector.